De Joodse gemeente heeft sinds vandaag weer een begraafplaats in Vlissingen. Voor een symbolisch bedrag van 1 euro heeft de gemeente Vlissingen de begraafplaats aan de Vredehoflaan aan de Joodse gemeente verkocht. Burgemeester Roep overhandigde de sleutel. Wat heel belangrijk is voor een Joodse begraafplaats, is dat we een waarborg hebben dat de eeuwigdurende grafrust gewaarborgd wordt. Dus dat betekent dat de graven niet geroerd mogen worden. Wat een stuk zekerheid geeft, is natuurlijk als de grond van de Joodse gemeente zelf is, dan zijn die rituelen heel gebruikelijk. Voor een gewone gemeente is dat natuurlijk heel anders. We hebben gezien in het verleden dat regeringen wisselden, gemeenten wisselden, etc. En niet iedereen was ons even goed gezind.